De bestrijding van ondermijnende criminaliteit, waaronder de drugscriminaliteit, is een prioriteit van het Openbaar Ministerie. In dat kader werd wederom een illegale landingsbaan gelegen te Goliat in de districtie Paliwini door het justitieel interventieteam met ondersteuning van het Nationaal Leger onklaar gemaakt. Het Openbaar Ministerie zal dit beleid voortzetten door de overige illegale landingsbanen die gebruikt worden voor onder andere drugs, droppingen onklaar te maken. Optimaal waterbeheer ten behoeve van rijstarealen gelegen aan de rechteroever van de Nikeri-rivier zal over 300 dagen gegarandeerd zijn. Woorden van minister Pralaat Seudin van LVV bij de contractondertekening Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen met Koldiepzing Infra NV. Het pompgemaal te Wageningen dateert van de 50er jaren van de vorige eeuw en bestaat uit 3 pompen. Door de tijd heen hebben deze pompen hun diensten bewezen, maar waren dringend aan vervanging toe. Minister Reshma Koldiepzing van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft in samenwerking met de DC van Saramaka, Shirin Bansi, een werkgroep geïnstalleerd waarbij ze gezamenlijk met bestuursambtenaren de prijscontrole in het district Saramaka gaan uitvoeren. Het gaat om een pilotproject van economische zaken dat in Saramaka zal worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat de overige districten en DC's ook geraadpleegd zullen worden voor een samenwerking na de evaluatie van het pilotproject.